Oké, dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Ark. Misschien een beetje een gekke plek om mij zo hier zien te vliegen, maar de Craftmaster die was wat aan het doen. Ik heb eigenlijk geen woord met hem gesproken, ik ging gewoon achter hem aan. En nu zijn we hier. Ik ben hem gewoon een beetje aan het volgen. Het lijkt erop dat de Craftmaster gewoon een soort van Wyvern Run aan het doen is, om gewoon wat eitjes te verzamelen. Maar het is tegelijkertijd ook wel leuk, want ik ga gewoon met hem mee en ik krijg een beetje een soort van tour van de map. Kijk, zie je, daar ligt nog een eitje. Heeft hij die nog wel meegenomen of is die dat nest is dat zien? Oh, er ligt wel een ei. Wyvern Egg level 115 of level 155 Lightning Wyvern, die ga ik gewoon meenemen. Gaan we gewoon meenemen. Een level 115 Wyvern is gewoon prima. Dat vind ik gewoon mooi. Hij trainkt dan vervolgens de Wyverns voor melk, neem ik aan. Zodat, ja, want die melk heb je natuurlijk nodig om die Wyverns op te groeien. We hebben natuurlijk geen S+ meer dit keer. En ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon wel leuk om een beetje de Craftmaster te volgen. Kijken waar die allemaal heen gaat. Oké, ik zie hem hier weer beamen. Ah, hij zit nu daar. Dan moet ik even mijn techhelm aanzetten. Ja. Dan kijk ik hem even volgen. Oeh, nog een eitje. Level 155. En die is nog beter. Ik had net ook al eentje gepakt. En die is level 100. Even kijken. 100, ja, twee van level 155. Huh, wat? 155, 155. Ja, we hebben twee level 155 Lightning Wire voor niks. Dat is nice. Good shit. Yeah. Ik weet niet. Ik vind het wel leuk om hem even te volgen. En kijken wat de Craftmaster allemaal het uitspoken is. Misschien... Dit is dus blijkbaar een Wyvern Shaft. Of in ieder geval... We waren gewarpt naar de vulkaan. En via daar, dus nu naar hier. Ook eventjes loot dropjes pakken. Tuurlijk joh, waarom niet? Wat een explosie is ook allemaal joh, in deze omgeving. Waar zitten we eigenlijk op de map nu? Beetje hier rechtsbovenin? Ja, op deze manier ontdek ik wel snel de wereld weer. Dus dat is wel heel nice. We moeten Rudy en Jamie in de gaten houden. Oeh, dat lijkt me heel goed. Ja, zullen we daar gewoon... Weet jij waar ze zitten? Ik denk het wel. Jij hebt ze... Oh, nee, niet. Oké. Ik denk, ja, jij hebt ze natuurlijk met deze wereld gewarpt. Dus dat lijkt me goed. We kunnen ze wel gaan zoeken. Ik heb een wyverntje, vuur wyverntje opgegroeid in de piramide. We kunnen gewoon even met de wyverns over de map vliegen. We kunnen ook gewoon zelf techvisten. Ik vind het wel leuk om gewoon een beetje op avontuur te gaan en de map ook te ontdekken op die manier. En tegelijkertijd Rudy en Jamie even in de gaten houden, uiteraard. Oh, jij hebt hem ook gewoon bij je. Oké, sure. Ja, die van mij ligt nog in de piramide. Oeh, lekker. Kan ik ook meerijden? Ik kan absoluut niet meerijden. Wacht even. Ik hoek wel gewoon aan. Kunk. Yeah. Ramen. Lekkere strat, altijd zo. The Second. Wat is dit? Fryan the Second. Nice. Kijk, ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk. We weten dus wel dat er dus een shaft zit hier, waar je dus alle Fire Wyverns kan vinden. Daar zit een cave. Of in ieder geval eitjes kan vinden. En we hebben nu twee Lightning Wyvern Eggs van 155. Wat echt. Dat is Trabian, dames en heren. Dat is Trabian. Dus die moeten we kijken of we die even ergens kunnen uit laten broeden. Misschien heeft hij wel een breeding chamber hier bij de vuurbase. Moeten we even uitzoeken. Even uitvogelen. Even uitzoeken. Oké, we have arrived. Ik zal even mijn wyvern halen, dan kom ik terug. En dan drop gelijk eventjes de Lightning Wyverns eieren in de fridge daar. Oké. Oh jee, mag zoveel plekjes. Piramide, daar moeten we naartoe. Yes, we have arrived at the pyramid. Oké, laten we de eitjes maar hier dan indouwen. Even kijken of we al een chest hebben met of een river trader. Ah, hier zitten al eieren in. Oh, hij heeft er zelf ook al magma sour eitjes gepakt, zo te zien. Poison Wyvern Egg, 165, ook heel nice hoor. En een normale van 55. Maar hey, dat is prima. Laten wij dan even Katja pakken. Katja, de Fire Wyvern. En dan gaan wij gewoon weer naar de Red Obelisk. Even kijken. Green, Red Ob, Lava Tower. En we gaan naar de Red Obelisk. Want we hoeven niet bij de Lava Tower te zijn nu. En dan gaan we gewoon even met Vuur Wyverns op pad. Ik denk dat dat wel leuk is. Dan hebben we de Craftmaster op een Vuur Wyvern. En je boy Johannes op een Vuur Wyvern. Let's go. Hoeveel is die van hem eigenlijk? 2,29. En die van mij is iets minder. Oké, maar we gaan gewoon... Let's go. Let's go, let's go. Even uitvogelen waar Rudy en Jamie potentieel kunnen zitten. Het is wel lang geleden dat ik Katja een keertje uit, de cryopod heb gehaald, hoor. Leuk om hem om er weer eens op te zitten. Ik vind het wel leuk om weer even te vliegen met de Wyvern. En dat Lost Island wel ook wel de map daarvoor is, om heel eerlijk te zijn. Even snel iets killen voor wat food. Zo. Oké. Ik had even wat voedsel nodig. Katja had honger. She healing again. Good shit. Wie had gedacht dat ik weer... Zij aan zij met de Craftmaster zou vliegen op twee Wyverns, jongens. Wie had dat gedacht? Ik zeker niet. Een paar jaar geleden had ik natuurlijk ook met de Craftmaster op Genesis 2 een of andere grote Brontosaurus base gemaakt. Dat is ook wel lang geleden, maar het voelt wel weer goed. Of zo. Lekker de map domineren. Zit daarin? Ghillie leggings, scope attachments. Nah, Craftmaster gaat er wel voor, zo te zien. Of niet? Nee, ook niet. Even kijken, ik unlock meteen even een heel groot deel van de map. Dit is een gebied waar ik nog helemaal niet ben geweest. Het ziet eruit als het gewoon wat meer grasslands, wat meer vlaktes. Altijd wel de goede plekjes om zeg maar gigas te spotten. Maar ook wel goede beginners area's zeg maar. Dus het zou ook goed kunnen dat als Rudy en Jamie natuurlijk naakt zijn gespawnd, zouden ze wel in dit soort area's kunnen zijn. Gewoon puur omdat dit wat meer beginners gebied is. Ik zie ook Maywings lopen hier al.
KK. Laten we onze ogen een beetje open houden. Ik heb nog niet heel veel ander leven gezien. Natuurlijk, de Craftmaster zit hier wat langer dan ik. Maar hij zei niet dat hij weet waar Jamie en Rudy zaten. Dat ik wel apart vind, want hij heeft ze natuurlijk hierheen gewarpt. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze gewoon in caves zijn gaan wonen. Hè? Of in ieder geval... Oeh, kijk. Talking about gigas. Level 140 giga hero. 24 op 0 HP stat. En 19-0 op melee damage. Ik heb denk zelf wel betere giga's, maar wel een mooie wild spawn. 150 is natuurlijk best, maar... Dit is een... Als ik niet betere giga's had gehad, had ik deze denk ik wel meegenomen. Mooi beestie. Ik zeg het wel heel stoer, alsof ik een giga mee kan nemen. Maar het temmen van een giga is natuurlijk best wel pittig. 156 tech stego. Wauw, oké. Okay. Wild max level, heel nice. Maar 16 op 0. Het is dat ik natuurlijk 100 op 0 al doorgebreed heb. Maar het feit dat hier best... De spawnen best wel goede dino's, hoor. Ik denk dat als Rudy en Jamie een beetje hun best doen... kunnen ze best wel weer een legertje opbouwen. Ik snap wel dat de Craftmaster ook zegt van... joh, we moeten in de gaten gaan houden. Tech Parasaur. Oké, we hebben een caveje gevonden. Laten we even kijken, want wat ik al zei net over het feit dat ze gewoon in caves kunnen gaan zitten... is natuurlijk best wel... Best wel, ja, logisch, zeg maar, als ze dat zullen gaan doen. Mooie cave wel. Loop nog wel even door, hoor. Fly! Hier. Craftmaster, kom! Kijk, hier. Oké, dit is Fly. En dit is van... Stash Owner Fly. We hebben wat gevonden van Fly. Zullen we het kapot maken of laten we het gewoon staan? Oké dan. Dat is duidelijk. De ene hit was al genoeg, joh. Oké. Not bad. Maar dit was meer een soort van tijdelijke save of zo. Van Fly. Ja, het is allemaal een beetje poepie. Alhoewel, die Stego saddle is misschien nog wel nice. Voor de rest, Megalodon. Gaan we dit meenemen? Ik denk dat we zelf beter hebben, denk ik. Ja, precies. Oké. Wel een goede find, hoor. Not gonna lie. Goede find. Maar wel goed, want wel apart. Want het was echt even heel sneaky, hoor, dat hij daar in het hoekje zat. Het is dat ik het maar zag. Dat er even een kleine beest daar in het hoekje zat gepropt. Met een kleine chest. Heel sneaky. Oké. Let's go. Ik ben dan wel benieuwd wie Fly was. Fly klinkt wel als een Rudy-spot. Als een kleine Rudy-onderkomen, zeg maar. Maar het zou net zo goed ook Jamie kunnen zijn natuurlijk. Het zijn broeders voor een reden. Verder geen teken van leven hier, behalve die ene Fly-spot. Meestal wat ik heb geleerd is, als je ergens een spot hebt... dan zou je in de buurt natuurlijk nog wel iets gaan bouwen. Dit zag er gewoon een beetje uit als een soort van safe house of zo. Okay, volgens mij heeft de Craftmaster weer wat gevonden. Ah, het is weer een caveje. Juist. Het is goed dat de Craftmaster al die caves heeft, hoor. Al die caves weet te vinden, zeg maar. Want dat zijn natuurlijk de rat holes, waar ze allemaal in zitten. Dus we gaan even kijken of we wat kunnen vinden hier. Behalve een hoop, wat is dit? Onyx. Kijken. Craftmaster loopt door. Kom op, jongens. Naar wijzen. High level Onyx, hoor. High level Onyx. Ik denk dat ik ook gewoon met mijn tech rifle ga schieten. Dat is veel makkelijker. Oké. Is dit gewoon eventjes een snelle cave run voor het gemak? Helemaal leeg. No sign of life. Ik denk ook wel, als hier iemand had gezeten... is natuurlijk prioriteit om zo snel mogelijk foundations neer te rakken... zodat hier geen beesten meer spannen. Dus het feit dat hier allemaal nog wilde creatures rondliepen... zegt al genoeg eigenlijk. Wel een leuk caveje, hoor. Leuk klein caveje. Hier kun je best wel een leuk baasje zien bouwen. We gaan weer door. Kijk, waar hangen we nu uit op de Lost Island? Een beetje mid-map. Maar vooral daar is allemaal water. Dus ik denk dat dit echt wel... dit is meer het vasteland, zeg maar. Dicht bij de groene obelisk, zie ik. Oké, hele mooie trench weer hier, oh. Maar volgens mij niet per se een Wyvern trench, maar gewoon een trench. Hij is wel dope. I kinda like this one. Niet echt een hele goede base spot, maar gewoon wel heel vet. Lost Island is echt gewoon een mooie map, zeg maar. Pretty. Pretty ass fuck. Oh, misschien dat hier achter die watervallen nog een cave zit of zo? Dat zou natuurlijk nog best wel kunnen. Yo, dit is echt vet. Hele toffe map. Miskikio. Dit is wel een plekje waar je wil zitten, hoor. Zijn het beaverdams? Nee, alleen maar kaprosoetjes. Heel tof. Ik kan echt wel een mooi kasteel bouwen. Midden in de jungle ook. Waar daar dan? Oeh, is dat dat nieuwe beest? Yo, Craftmaster, dat is die nieuwe. Dat is die Rhino Gananta. Dat is die nieuwe vreemde mod hier beneden. Die is recentelijk toegevoegd aan Ark. In Genesis zat hij niet. Die zit alleen op de island, maar ook op Lost Island. Dat is hem.
Maar hij moet ook meteen ons hebben. Ik weet wel, als je dit ding wilt tamen, moet je hem volgens mij eerst een keer killen. Dan moet je dat feromoon nakken. Dan wordt ook meteen gechased. Moeten we hem gaan killen? Ik denk het. Ga me helpen. Ik krijg hem net niet lekker in mijn vizier. Hij moet nu mij hebben. Hoeveel HP heeft dat ding? Ik kan hem ook niet echt in de hand zetten. Je kan hem beter schieten, denk ik. Hoppa. Get out of here. En ik weet dat je dat feromoon moet pakken. Ja, dat is het. Dat is het feromoon. Oké, okay, you got some pheromone right here. Dus niet. Dank u. Ik heb dat pheromone nu, Craftmaster. Dus we kunnen, als we willen, dat pheromone kunnen we smeren op een dino van ons. En hem dan voeren aan een andere. En dan kunnen we er eentje temmen. Oh, er loopt er hier links nog eentje. Dus misschien dat je, als je die nog gaat verkillen, kunnen we nog extra pheromone pakken. En dan mochten we ooit een keertje eentje willen temmen. En dan is dat best wel te doen. Zover ik weet, moeten we dan een dino insmeren met dat pheromone. Nice. Dat pheromoon nog pakken, hoor. Dat ligt volgens mij in het water ergens. Ik weet niet of je dat dropt. Wyvern heeft het niet geloot, namelijk. Volgens mij had ik hem niet moeten opeten. Dit niet geloot? Nee, hij heeft het niet geloot. Oké, F. Weten we in ieder geval wel dat we ze niet meteen moeten opeten. Maar goed, ik heb in ieder geval één pheromoon nu. Nou, dat is wel een leuk plantje voor de volgende keer. Dat we op die manier even een beestje kunnen temmen. Nieuwe Ark beestje. Ik weet dat die zwaar OP is. Je kan daar echt zo'n beetje alles mee optillen. Echt alles. Volgens mij zelfs ook teleporters en platforms en zo. Cliff platforms. Kun je daarmee optillen? Dat is echt insane. Oké, we gaan nu wat meer landinwaarts. Naar het plek op de map wat we nog niet ontdekt hebben. Kijken of we daar nog een teken van leven kunnen vinden. Het enige teken van leven wat ik heb kunnen vinden is die fly storage. Maar ik wil even iets meer. Ik wil even wat... Ik kan me haast niet voorstellen dat Rudy en Jamie niet al een base hebben gebouwd. Of iets anders. Of dat er niet meer mensen op deze wereld zijn. I don't know. Oké, we hebben zelfs een Redwood hier. Oppassen dat we niet getilaat worden. Dus ik kan niet te laag vliegen hier. Maar ik hou wel mijn ogen open. Een nest. Wat zit er in dat nest? Zo, dat leek echt even op een nest, maar... Volgens mij is het gewoon een boom. Toch even bekijken. Ja, dit is toch een nest? Ja, dit is een nest. Maar van wat? Dat is gewoon een leeg nest. Oh, cool. Het zou echt cool zijn als daar een soort van dino zijn eitjes in legt, maar ik zou niet weten welke. Nou, ik vond hier een random nest, dus ik dacht, nou, even kijken wat erin zit, maar... Dat is helemaal leeg. Oké. Wat is dit dan? Een heel kasteel, joh. The frick? Dit is natural structures. Dit hoort bij de map. What the frick? Maar hangen wel helemaal rode banners en zo. Misschien, joh. Oké. Is dat een statue? Nee, dat is gewoon een karna die daar staat te chillen. I mean, dit is natuurlijk wel een makkelijke plek om eventjes een onderkomen te vinden. Ook al is het vrijwel verlaten en heel erg open, maar... Huh. Hele interessante spot. Oké. Willen we dit niet even checken of zo? Lijkt me niet. Misschien is het ook wel te makkelijk hoor, om daar te gaan zitten, maar we'll see. Gaan even bij... Oh, er zit hier weer een cave achter. Er zit weer een cave achter deze waterval. Juist hem. Oké. Oeh! Wildpoeper! We found the base, baby. Oké. Wat is hij aan het doen? Hij is hier al een wat is dit? Juvenile stront wyvern. Oké. Dus hij is... Ja, ik wou zeggen, maak het maar kapot. Gunk. 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 Gewoon even alles slopen, joh. Opgerold. Wildpoeper James zelf loopt hier niet rond. Succes met je wyvern laten opgroeien, vriend, zonder fakkels. Oké. Nou, Wildpoeper is gevonden dus, maar hij is hier zelf niet. We kunnen hier natuurlijk wel gewoon even verstoppen. Kijk, wat is dat? Oh, dat is een PTE. Gewoon even tranken. Zetteltje afpakken misschien. Zo, gaan we... Ook zijn... dat is een juvenile. Hij is al flink aan het breeden, hoor. Laat zijn offspring maar leven, hoor. Ik wens hem veel succes met het opgroeien zonder fakkeltjes. Die dingen gaan vanzelf wel dood. Ik denk dat het wel mooi is. Dat we Jamie even poepje laten ruiken. Misschien loopt hij nog wel ergens rond. Willen we hem nog zoeken of gaan we even verder naar Rudy zoeken? Oké, dan. Let's go. Dat is een mooi plekje voor James. Mooi plekje heeft hij gevonden hier. Ik wens hem veel succes. Hij is al weg. Vraag me af waar die hond loopt. En dat... Ice Wyvern Eggs. Liggen daar twee Ice Wyvern Eggs. Willen we die nog meenemen? Kom, Wyvern Eggs is Wyvern Eggs, toch? Kijken of ze een beetje een goed level zijn. Level 15. Level 15. Ze zijn level 15, dus dat is helemaal niks waard. Laat die maar lekker liggen, level 15 eitjes. Koek hem. Gekookte eitjes, Jamie. Gekookte eitjes. Oké, nou, James' beest is gevonden. Zit dus lekker in een grotje achter een watervalletje. Helemaal mooi. Assault Rifle BP. Oké, dan neemt de Craftmaster wel mee.
Maar dat betekent, ik denk niet dat Rudy hier zit dan. Dus die zal wel ergens anders zitten. Waar op de map zitten we precies? Okay, James zit echt wel een beetje 40-60. Ik weet niet of hij natuurlijk hier blijft. Want wij hebben nu zijn hok gevonden. Dus de kans is aanzienlijk groot dat hij nu weer gaat verhuizen. Hij had al niet zo heel veel. Hij was wel bezig met een wyvern. Hij was al gelijk een wyverntje aan het opvoeden en een PTE'tje aan het breeden. Dus man is gaande. Goed dat we even snel een stokje daarvoor gestoken hebben. Nou, die rothok van Rudy nog gaan zoeken. Je zit wel slim dichtbij de Wyvern Pit, hoor. Ik vind het ook wel knap dat hij met die PTE een Wyvern heeft kunnen pakken op dit niveau. Zal ik maar zeggen, maar nou, ik vind het knap. Best een succes met het opvoeden daarvan zonder fakkels. Hij is toch niet in de buurt. Dan heb je wel een hoop magma-saurussen rond, hoor. Wel low level magma sour, en misschien dat er in de buurt dan wel een nest zit. Craftmaster had natuurlijk wel een hoop magma sour eggs in de koelkast gedaan in de piramide base. Dus ik denk niet dat we het nodig hebben. Maar weet je, een high level magma sour is nooit verkeerd. Goed voor de metal. Deze berg is ook wel een goede base spot, hoor. Dit zou echt wel een plekje kunnen zijn. Misschien dat Rudy hier wel zit bij deze berg. Het is wel een hele mooie base spot. Zou je in het midden echt wel echt een perfecte basis kunnen bouwen, hoor. Alpha Rex. Ik heb niet echt per se een GB, maar lekker Alpha Rexie killen. Niet dat ik een GB heb, maar dat maakt niet uit. Boom. Goodbye. Drop Primate and Hide. Let's go. Like Meganeurus erbij, tuurlijk. Wat hebben we hier? Fly. Kijk eens aan. Lekker happen. Het is echt wel een heel klein basisje. Ik denk niet dat... Ik vraag me af of dit de base is. Ik bedoel, dat van Rudy of dat van Jamie was al veel meer. Lekker hoor. Nou, slopen die handel. Maar zou hier dan wat in de buurt zitten of niet? Want dit is echt letterlijk alleen een plekje met een bed, zover ik weet. Zit er hier ook nog een base in de buurt dan? Even kijken. Hier zit hij wel weer op de berg. Net zoals in Genesis 2. Ik kan hem maar niet zomaar van een berg afhalen. Rudy de Bolder daar. Bolder Rudy. Misschien op dat eiland daar. Leuk eilandje wel. Eén boom. Oké, gewoon een kleine outpost dus. Verder niks bijzonders. Ik vraag me af hoor, of hier niet ergens in de buurt zit. Is daar niet een cave? Misschien? Bij de watervallen? Sneaky caveman. Niet echt. Zullen we weer teruggaan naar de piramide, Craftmaster? Ik denk dat we zowel Rudy als Jamie wel flink gepakt hebben. Of heb jij nog een idee waar misschien meer van Rudy te vinden is? Want we hebben volgens mij alleen nog maar hokjes van hem geraakt. The Flame of Destiny. Ik kan me haast niet voorstellen dat Rudy helemaal in het vulkanisch gebied is gaan wonen, hoor. Je weet het nooit, maar ik kan het me gewoon niet voorstellen. Oké, dan. We gaan een schacht in om te kijken wat we hier kunnen vinden. Wel goede metal spots, zie ik. Niet dat we voorlopig metal nodig hebben, maar hè, you never know. Dat Archies. Random Archies daar. Volgens mij zijn dit ook allemaal egg spots. Fire Wyvern egg spots. Lijkt mij in ieder geval. Lekker mappie wel, hoor. Ik vind Lost Island wel leuk. Ik ben er wel van aan het genieten van wat ik tot nu toe heb gezien. Meteen gechased door een Poison Wyvern. Heel fijn. En gelijk gechased door een hele hoop Poison Wyverns. Die zijn we al geweest, toch? In deze... Of is dit meer om de Wyverns af te schudden? Ik ken best, hoor. Is niet gelukt. Oeh, wie hebben daar? Dat is Fly. Pak hem. Ik zag hem net hier. Ik zag hem net vliegen. Ik zag net Fly vliegen. Wacht even. Ja, ik zag net Fly op een Maywing hier voorbij komen. Volgens mij ging hij meer, richting zuidwest, maar... Of een beetje west-zuidwest. Hij zit wel op een Maywing, dus... Hij is sowieso sneller dan ons. Techvisor, please. Gotta help me, Techvisor. Hoe heeft hij nou al een Maywing, joh? Zie, ik wist het wel dat Rudy meer had dan alleen die stomme hokjes. Nu ga ik ervan uit dat Fly Rudy is, natuurlijk. Hoe kan hij zo snel al weg zijn, joh? Hij moet hier ergens zijn, joh, die Rudy. Die verdomde Fly. Ik zag hem echt zo kort op de Maywing. Ja, ik denk dat hij ons af heeft geschud. Ik zei het ook al tegen de Craftmaster van... De Maywing is natuurlijk sneller. Is dit een element... Yo, is dit een cave met een... Hoe heet het? Volgens mij wel, hè? Nee, nevermind. Dit is ook wel weer een goede base spot, hoor. Een wolf is hier, oh. Mijn techvisor zegt vooral dat... Er geen structures zijn hier, oh. Oké, ik denk dat de zoektocht op Rudy voor nu gestagneerd is. Ik denk dat we wel flink wat hebben gedaan. We hebben sowieso de base locatie van Jamie gevonden en hem eventjes een setback gegeven. We hebben Rudy op een mailing gevonden en een paar hokjes waar ook wat blueprints in zaten van hem gesloopt. Dus dat is ook nice. Dus ik denk dat het voor nu wel helemaal mooi is. Bedankt voor het kijken. Craftmaster en ik swabberen nog even wat rond de map. En ik zie jullie graag in de volgende aflevering weer.